Ja, ik hoop dat het allemaal werkt. Ik zal even de streamlink, kan ik die ergens krijgen? Delen. Kopiëren. Hier in de chat gooien. Zodat we. En ja, welkom allemaal bij deze stream. Het is een beetje onaangekondigd, omdat ik het een beetje net heb opgezet. Maar ik ga vanavond een simultaan spelen tegen, even kijken, 21 spelers. Dat zijn allemaal spelers die trainen op de Damschool Zuidwest-Veluwe. Dus ja, dat zijn gewoon jeugdige spelers. Ik ben zelf ook via de Damschool, of ik heb zelf ook jarenlang op de Damschool gezeten. En dat was altijd ontzettend leuk. En normaal gesproken wordt het seizoen afgesloten met, nou ja, in ieder geval een examen. En vervolgens ook vaak een simultaan van een bepaalde speler. Maar nu kon het natuurlijk niet doorgaan. Dus ja, ga ik online een simultaan spelen tegen de deelnemers van de Damschool. Ik hoop dat alles werkt. Kijken, kan ik dit ook weghalen? Ja. Ik hoop dat alles werkt. Ik hoor graag of of het geluid goed is en zo. En dan, nou, dan ga ik nu beginnen. De kandidaten die hier nog, die ik zie, zijn drie kandidaten nog niet geaccepteerd. Dat is omdat deze kandidaten niet op mijn lijst staan, helaas. Dus, ja, dan kan ik helaas niet, dan kan ik ze helaas niet accepteren. 21 spelers dus. Oké. Dan gaan we nu klikken op beginnen. Prettige wedstrijd allemaal. Even kijken. Ik zit me dus af te vragen in hoeverre ik echt instructief commentaar kan gaan geven op de partijen. Ja, omdat het gewoon zo ontzettend snel gaat. Nou, die ook een keertje. Die. Was dit het? Ik denk het. Oké. Oh nee, toch niet. Even kijken. Oh, ik kan ook niet automatisch slaan natuurlijk. Dan hier een keertje die. Nog een keertje die. Ik hoop dat ik. Het is voor. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus voor mij ook de eerste keer. Ja, ik moet een beetje kijken. Want ik zie nu ook dat het dus dat je dus ook dat hij ook automatisch wegspringt als ik een zet gedaan heb. En dat is natuurlijk niet erg handig voor, nou ja, als ik bijvoorbeeld commentaar wil geven over een zet. Dan moet ik dat blijkbaar doen voor ik hem doe. Ja, oké, hier ook die. Dit is interessant. Deze. Zie je wel veel dezelfde openingen. We spelen wat mensen op de Haarlemmer. Haarlemmer is een bekende. Oh, 1390. Oké. Bekend trucje wat je na enkele zetten al tegen kunt krijgen. 1520.
Het is 18-3, 32-8, 18-3, 37-2, dan 23-29 vanuit de beginstand. Ja, ik ken het wel, dus ik weet niet hoeveel zin het heeft om erop te spelen, maar... Oké. Okay. Ja, tot zover geen hele gekke dingen. Dit is wat ongebruikelijk, maar... Voor de rest nog niets bijzonders. Ja. 17-1, oké. Okay. Ja, ik probeer gewoon... Ja, wat doen mensen hier altijd op? Die? Ik weet niet zo goed. Probeer gewoon snelle opbouwzetten te spelen. En dingen waar ik bekend mee ben. Oké, dit is een 1 op 2, dat is jammer. 12, 17, dan moet ik die doen natuurlijk. Oké, even kijken. Dit is interessant, keller opening. 15. Dat is ook wat ongebruikelijk, geloof ik. Ja, dit gaat allemaal nog zijn gangetje. 3, 8, weet ik niet zeker. Lijkt me wat vroeg. Laten we die doen. 4, 10, ja. Dan, hij wil natuurlijk deze doen. Dus dat gaan we, oef. Dus een 1 op 2 zometeen. Laten we die doen. Ik pak even op mijn telefoon de YouTube chat erbij. Dan kan ik tegelijkertijd in de gaten houden of er... Of er wat wordt gezegd. Vind ik wel leuk om te zien. Zegt iemand. Hij praat heel zacht. Oké. Okay. Ja, dat kan ik misschien aanpassen. Oké. Okay. Ja. Yeah. Een gangetje. Ja, in een paar partijen sta ik nu een schijf voor. Dat is vaak even kijken, ja, dat is mooi om die te doen. Dat is vaak al genoeg om een partij te winnen zelfs. Maar goed, ik kan natuurlijk, zeker als ik zo snel moet blijven spelen als nu, kan er nog van alles gebeuren. Dus ik kan de deelnemers aanraden, die dit kijken ook toevallig, om niet op te geven en gewoon door te gaan alsof er niks aan de hand is. Oh ja, ja. Even kijken. Wat hebben we hier? Ik denk zo. Ja. Oké. Ja, dat staat wat buitenspel daar. En dit is ook jammer. 21-6. Oké. Ja, dat is helaas een dam. Oké. Het opbouw zetten. Allemaal nog zijn gangetje. Die gaat ook naar het midden. Ja, dit wordt een leuke partij, denk ik. Ja, hier moet ik even kijken. Ja, dit is een interessante stand. Keller opening. Ik voel me geneigd op die. Ja, het is natuurlijk goed. Ja, ik kan ook eerst zo. Nou, laat ik die doen. Oké. Okay. Ja, dit wordt zometeen een coup Philippe. 3-9, ja, oké.
Ja, die gaat naar Damso. Ja, dat is interessant. 1420. Oké. Ja, ik zou toch aanraden om die wat langer op zijn plek te houden. Dit gaat zich wel uiten in het klassieke spel dat er zo meteen gaat komen. Ja, oké. Even kijken. Ah, ik zou de automatische switch uit kunnen zetten. Oké. Ja, dat doe ik dan misschien straks als het. Kijken, ja, dus die. Ja, het gaat allemaal nog zijn gangetje. Even kijken. Ja, ik hoop dat we snel. In standen, nee, deze is leuk. Ik hoop dat we snel in standen komen die interessant worden. Ja, dit is de Coupe Philippe. Twee schijven voor, dat zou toch. Is vaak voldoende. Ja, deze gaat ook naar Dam. Oh, pardon. Twee. Ja, zo. Oh ja, dit is die zonder kroonschijf. 2025, dat is interessant. Oké, dan wachten we nog één zetje. Oké. Oef, dat is een 1 om 3 helaas. Ja, oké. Ja, in de partij tegen Mer, ik weet even niet wie het is. Het is een interessante kellerstand. Maar ik weet niet in hoeverre het slim is van mij om zo'n opsingeling te spelen met zo weinig tijd op de klok. Maar oké. What can you do? Even kijken, dit is een goede optie, denk ik. Een andere optie is dit. Dat zet je en dan ga ik naar 3. Dus dat doen we. Ja, dit is een aanval gewoon, dus niet heel veel aan de hand. Hier ga ik nu ook in de aanval. Ja, dit was 3 slaan. Ja, hier moet ik nou wat gaan doen. Ik weet niet zo goed wat. Misschien nog een zet wachten. Of die? Nee, die niet. Gewoon nog een zet wachten. Ja, zo. 14-19, ja. Nou gaan we toch voor die, I guess. Oké. Dan wordt afgepakt, maar. Dus verder niet. Vraagt iemand, gaat hij de chat ooit lezen? Nou, bij deze. Even kijken. Ja, deze stand heb ik heel vaak gehad. Ook in normale partijen. Oh, dat wordt wel genomen. Oké. Juist. Kijk, ja, dit staat wat buitenspel, maar het is me niet zo duidelijk. Ik denk dat ik gewoon op wacht zit. Oké. Oh, dat is weer een 1 om 3. Wat gaan we hiermee doen? Is. Oké, nu staat dit denk ik voor de rest van de partij buitenspel. Ik weet niet hoe erg dat is, maar.
11, 16. Alright. Laten we dit doen. 3 slaan. Even kijken. Ja, laten we gewoon wat opbouw zetten doen. Dat is altijd goed. 40. Oh ja, ja, dit is die opening. Die ik al vaak heb gehad. Met wisselend. Oh, wat is dat? Ja, oké. Okay, hij zag waarschijnlijk dat dit verloren was. Ik dacht van, dan doe ik wat anders. Makes sense. Makes sense. Oké. Okay. Ja. 21, 27. Dat heb ik nog bijna nooit gezien. Of tenminste. Ja, laten we die doen. Dat is normaal, denk ik. Oké. Okay. Ja. Ja, deze is lastig. Die komt misschien dit of zo. Laat ik, ja, dan laat ik hem wel weer vrij. Hij of zij. Oh, moet mijn geluid hoger zetten blijkbaar. Oké, okay, dan gaan we dat doen. Is dat deze? Zoiets? Even kijken. Ik hoor graag of het beter is zo. Ik weet niet. Ik weet, ik luister zelf niet mee. Dus, even kijken. Ja. Lastig. Laat ik deze doen. Oké. Ja, laten we wat opbouwen. Oké, okay. Zegt iemand dat het beter is. Dat is mooi. Even kijken. Dit is interessant. Denk die. Oh, er zegt iemand, ik hoor veel wind. Ja, dat kan ik wel uitleggen. Het is, ik zit hier met een, ik zit hier op mijn kamer, maar het is hier een bloedheet. Dus ik heb mijn ventilator naast me staan. Maar. Dus als het niet al te veel stoort, dan hou ik die graag aan. Juist. Er is een opsluiting daar, dat is altijd gunstig. Ja, deze vind ik echt lastig. Laat ik deze proberen. Ja, oké. Okay. Het moet sneller zetten. Oh, dat is jammer. Oké. Ja, laten we naar het centrum ruilen. Dat is altijd een goed idee. 10-14. Ja, wat doe je daarmee zo op? Die gewoon? Het ziet er niet zo prettig uit.
Laten we het gewoon doen. Oké. Ja. Dus in sommige partijen heb ik al wat schijven meer, dus dat komt goed uit. Oké, daar ben ik blij mee. Oké, dan doen we nu 31,7. Ja, hier heb ik een dam, dat is ook altijd gunstig. Ja, dit is niet hoogstaand, maar kan gewoon goed. What can you do? 17,1, dat is misschien niet goed. Oké, probeer hier alleen die vleugel wat op zijn plek te houden. Even kijken. Laten we hier wat zetjes doen. Ja, wat hoort hier? Die? Of dit? Dat is altijd interessant. Dan is hier zo'n zetje dit, dan de 24,9, 35,30. En dan mag 8,12 niet. Dacht ik. Of hier wel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, ja. Maar ik geloof dat nadat 23,9... Ja, je moet het een beetje leuk maken. Kijken, mag ik die doen? Oké. Oké, laten we dit doen. Ja, die moeten we terughalen. Dit is ook een 203 helaas. En nu 205. Ja. Dus ik kan zo en zo naar 20. Ik kan ook meteen naar 20. Daar ben ik altijd wel iets meer voorstander van. Dus dat doen we. Ja. 42. Oké, dit is allemaal nog theorie. Is ook prettig. Ik kan nu een dam nemen. Zo slaan. En 30,5. Ik heb het idee dat het niet goed gaat aflopen. Dus... dan kan 20,5, dat wil ik misschien niet. Misschien. Dus laten we die doen. Ja. Hm. 14,9. Oké, nou dan gaan we 2 om 2 terug. Acht. Het vraagt om dit soort dingen. Ik denk ook dat dat goed is trouwens. Ja. Even checken. Ja, ik denk het wel. 19,4, oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd welke zet er gaat komen in die partij waar ik net naar 22 ben geweld. Dat zou heel erg leuk kunnen worden. Ja, dit is een aanpak die ik nog niet vaak gezien heb, maar er is waarschijnlijk niet zoveel mis mee. Laten we 46, I guess. Er zegt iemand, als ik een potje win tegen deze kerel, ga ik winnen.
dan zou ik zeggen, doe mee de volgende keer. Oké, die is ook nog theorie. Hij is een oppergod. Oh. Nou, dat is interessant. Even kijken. Ik kan... Ja, dit is wel leuk. Ja, het is wel geinig. Ja. Dat is ook goed, denk ik. 2-7. Niet nodig, denk ik. Beter 20-5. Oké. Ja, die dam staat op een mooie lijn, dus dat houden we lekker zo. Ah. Oké. Dat is jammer. Dat is jammer. Dit is ook jammer. Oké, wat opbouw zetten. Ja, wat moet even kijken. Hij wil dus ruilen. Dus dan ruil ik eerst. Volgens mij is dat de dammen in een notendop. Uh, 14. Ja, dus wil heel graag deze ruil, denk ik. Ja, misschien moet ik nu dan 38 doen of zo. Ja, ik moet gewoon wat sneller spelen. Ik denk niet dat dit erg is, dus ik ga het gewoon toelaten. Ja, nu wilde ik hier tussen. Dus die 2 om 2 terug. Dit is niet zo duidelijk eigenlijk. Of dat wel goed voor me was. Oké. 14. Dan sla ik toch die 2, denk ik. Deze. En dan op de volgende set worden daar hele sappige dingen mogelijk. Oké, het geruild. 15-20. Even kijken, dus een standaard idee in dit soort standen is vaak dat, om dit een beetje vast te zetten. Ander idee is dit. Ja, met hetzelfde doel eigenlijk. Maar ik weet toch niet helemaal zeker of dat wel goed gaat in dit geval. Zo, dan 10-15. Ja. Dan 36-1. 16-1, dan kan ik naar 21. Voor wat het waard is. Dus hij moet ruilen. Dan kan ik aanvallen. En dan kan misschien... 17-1 of zo. Ja. Ja, wat is dat dan? Wat is dat dan? Ja, dit vind ik lastig. Kan dat wel weg? Ja. Of kan ik... Misschien kan ik gewoon die doen daarna. Zo, tik.
zijn. Dat zou waanzinnig zijn. Even kijken, even tellen hoor. 1, 2. Die slaan. Die. 1, 1, 2, 1, 2. En dan, maakt niet uit hoe die slaat. 1, 1, 1, 1, 1. 1. 1 achter. 1 voor. Gelijk, 1 voor. Gelijk, 1 voor. Gelijk, 1 voor. Ja. Nou, ja, dan doen we dat. Mooi. Ja, ik ben benieuwd welke set erna die komt. Dus ik wacht nog één set. Ja, en nu gaan we dus naar 14. 17-1. Wat hoor je daarop te doen? Ik geloof die in ieder geval. Oké, wordt geruild. Je tegenstander biedt remise aan. Dat sla ik af. Oh, ik hoef het niet af te slaan. Ik kan het gewoon eens doen. Oké. Oké, dat is ook jammer. Oh, mijn computer heeft wat moeite, merk ik. Oké, dus na die, dan volgt dan 1 op 4 na, dus ik moet zo slaan. Ja, dit is een beetje lastig. Misschien zo. Ja, en daarna dan. Ja, het ziet er wel normaal uit. Dus dan doe ik het. Laten we hierheen slaan. When in doubt, naar het midden. Ja, maakt het niet heel veel uit, denk ik. Oké, dan gaan we hier ook maar aanschuiven. Tegenstander biedt remise aan, maar dat lijkt me wat vroeg. Dat is normaal, geloof ik. Ja, laat ik hier het dam halen. Dat is altijd. Dat bieden veel mensen remise aan ineens. Dat is me niet zo duidelijk waarom. Ja, hier hoopte ik op. Mocht het wel? Ja, volgens mij wel. Oké. Dus nu is de vraag zo of zo. Ik geloof dat ik dit een keer heb gezien. Daar was ik wel tevreden over. Oké, nu 46 erbij. Ja, dit was het plan. Oké, geruild. Ja, kan. 11, 16, ja, de... Gaat een moment komen dat zwart alles gaat weggeven. 17-2, riskant. Maar niet per se slecht. Ja, dit bedoelde ik. Even kijken. Dus die. 2 slaan daarna en daarna 3 slaan. Oké. Dat dit kan. Maar ik kan ook nog eerst even wachten met die en die. Dan komen we waarschijnlijk in theoretischere standen. Dus dat lijkt me voor mij een reden om hier in ieder geval even te beginnen met 34-30. Als het mag, hè? Even kijken hoor. Ja, volgens mij wel. Ja, die. Ja, laten we deze opmars doen. Ja, oké. 16-21, dan lijkt me dit aangewezen.
Zeker. Oké, dus ik heb hier deze schijf. Die moet wat versterking hebben. Dus laten we dit doen. 18,3, oké. Ja, een wachtzetje. En naar het midden gewoon. Even kijken, laten we hier nog een wachtzetje spelen. Ja, die rel. Ja, dit is een beetje... Even kijken naar die, dan moet dat. En dan... Ja, daar houdt het op eigenlijk. Nou, dat is een beetje terug. Kan ook nog die eerst. Komt waarschijnlijk ook dat. Maar dan heb ik wel... Dat heeft wel... Of... Maar dat kan naar die andere ook. Ik kan ook nog dit doen. Dat ziet er ook geëindig uit. Nou. Gaan we daarvoor? Dan komt misschien dit of zo. Kan ik aanvallen. En daarna die schijf oprapen. Ja, het enige probleem is misschien 6-11. Ah, fijn. Laten we gewoon een... Je tegenstander biedt remise aan. Dat denk ik niet. Ja, laten we hier ruilen. Dat ziet er altijd goed uit. Oké, veel slaan nu. Dat is lekker. Ja, 2-2. Geinig. Terugruiltje. Die was het plan. Oké. Nou, het gaat tot nu toe allemaal... Oké, dat dreigt hier wat. Dus dan peer ik hem even naar de andere kant. En ja, dit was 3 slaan. Wat ik wilde zeggen was, het gaat tot nu toe allemaal redelijk, geloof ik. Veel goede standen. Veel gewonnen standen ook al soms, hier en daar. Dus ja, niks te klagen nog. Moet misschien een beetje opschieten alleen. Oh ja, ik heb hier een dam. Dan gaan we met die dam daarheen. Ja. Oh, dat is jammer. Even kijken, wat hebben we hier? Ik denk gewoon opvangen. Lijkt me. Even kijken hoor. Ja, dus dit is lastig. Ik heb tegenstander staat ongeveer met alles aan de rand, maar wat doe je dan? Dat is altijd, altijd de grote vraag. Zeg maar, waar ga je staan? Hier, daar? Wil je hierheen? Ik denk dat het in dit geval zaak is om in ieder geval deze daarheen te krijgen. En misschien iets op controle over 23. Dus laat ik beginnen met die. Oké, dit is wordt afgevangen zo, denk ik. 20-4, ja, speelt op dit natuurlijk. Dus laten we die doen. 2-8, dan gaan we nu... Ik
wil eigenlijk op een goed moment die aanvallen, zodat deze schuif weggaat. En ik door kan lopen. Dus dat gaan we nu even voorbereiden. 24-30. Oké, okay, slaan we. Ja. Wat doe je? Wat doe je? Even kijken. Ik denk dat 34-9 redelijk normaal is. Ja. Ja, dit is klaar ongeveer. Dit is een 1-2 helaas. Dit is een 1-3 helaas. Ja jongens, ik kan aanraden om in ieder geval even z-controle te doen voor je een z doet. Want, nou ja goed. Het is een beetje zonde om, om de partij te verliezen door een 1-2 of een 1-3. Oké, dus hier ziet dit er leuk uit. Op zich, nou ja, dit ook wel. Ja, die is wat vroeg misschien. Oh. Nou, er zegt iemand 1000 keer, kun je wat meer van de partijen vertellen? Nou, dat kan wel. Ik doe mijn best. Even kijken. Ja, geen idee. Ja, ik vind dit ook een logische set op zich. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Die ziet er altijd logisch uit. Gewoon naar het centrum. Dan wordt hier ook remise aangeboden. Dat lijkt me ook wat vroeg. Ja, dus... kijken. Ja, dus toch maar mijn plan volgen, denk ik. 4-9. Hier. Oh, wacht, ik heb een... Sorry. Ja, hier moet ik even zorgen dat die dam in veiligheid komt, maar ik weet niet zo goed hoe dat makkelijk gaat. Misschien meteen hierheen. Kan dat? Ja, en dan terug. Maar dat is wel tricky. Ik wil het liefst gewoon zo en zo en dan terug naar 46. Oké, okay, dat is een normaal centrumpartijtje. Er wordt ook wat aangeschoven. Hier moet ik slaan. 12-17. Ja, ik zou zeggen dat het niet, niet ideaal is om je schijven zo aan de randen op te stellen in groeperingen, als het ware. Ja, er zitten nu overal in de stelling zitten zwaktes. Het staat niet... ja, er zitten weinig formaties in. Deze piramide is wel altijd formatierijk, maar er kan op dit moment niks mee gedaan worden. Omdat de rest van de schijven niet aansluit. Dus ik denk dat dat ongeveer verloren is al. Ja, dit is, even kijken. Die, 4. Ja, werkt. Een setje van wijs. Heel bekend idee. Heel bekend idee. Nou, ik heb hier ook een dam. Dus dat het lijkt me ook ongeveer uit. Oké, ik zie dat ik nog een half uur heb ongeveer overal. Ik denk dat het al genoeg is, maar... Ik ga toch proberen het tempo een beetje op te voeren. Even kijken. Het eerste waar ik hier naar kijk is die, om het helemaal
aan banden te leggen bij zwart. Maar dat, dan kunnen er nog ruilen en zo, dus ik ga gewoon voor deze. Oké. Deze lijkt me normaal. Probeer hier wat druk uit te oefenen op de rechterkant. Ja, dit zou over een paar zetten klaar moeten zijn. Ja, dus het plan van aanpak is die en die. En dan naar Dam. Dat is wat het setje van wijs is. Oké, hier doe ik wat aanschuif zetten. Ja, dit wordt een 1 op 4. Dat is ook niet ideaal. Oké, laten we Dam halen. Juist. Oké. Laten we deze. Ja, die en dan ruilen. Even kijken. Dus mijn tegenstander wil waarschijnlijk 1-7. Dus laat ik deze spelen en dan naar 1-7 gewoon niks. Want dan, want na 1-7 kan zwart eigenlijk niks doen behalve die en die. En dan ben ik los uit deze, nou ja, toch wat tricky binding in deze stand. En zwart staat gewoon zeer onevenwichtig. Dus ik hoop... even kijken, dus gaan we die doen of gaan we dat eerst nog even lekker maken? Ja, laten we dit doen. Ja, dat lijkt op een damvangst, maar dat is het niet, denk ik. Ja, dit gaat zo naar 30. Hier komt 22. Ah, het dreigt wel dit. Dat is slim. Dus dan gaan we daar, dan ontwijken we dat even. Oké. 9-14, dan die. Ja. Ja, lastig. Even kijken, dus er gaat zo meteen komen 12-18. Ja, nee, dit moet natuurlijk goed voor wit zijn. Oké, die ruilen we af en dan gaan we er daarna doorheen. Hier kan ik meteen zo ruilen, maar dan komt die terugruil en dan ben ik er nog niet doorheen, dus ik wacht even tot dat, ja, ik wil eigenlijk die daarheen en dan is het meteen uit ongeveer. Dreigt Dam te vangen, maar ja, het lijkt erop dat ik er niks aan kan doen, dus dat gaan we gewoon toelaten. Ja, en nu dus de vierslag. 17-2. Ja, dan die. Ja, dit was waarom ik de Z27-22 speel. Oké, 20-5, dat vangen we op. Ja, hier hoop ik dat er zo meteen wat interessante rondslagen uit gaan komen. Dus laten we beginnen met deze. Mm-hmm.
geloof dat dit kan. Ja, het ziet er goed uit eigenlijk. Ja, dat ziet er zeer goed uit. Even kijken hoor. Of nou ja, zeer goed. Dat is altijd relatief natuurlijk. Vergeleken met de rest. Ja, nu kan ik dus zelfs kiezen tussen die of die. Mijn gevoel zegt dat die op de een of andere manier beter is, maar ik vertrouw mijn gevoel daar niet helemaal op. En terwijl die dan 11-17 dreigt 8-13, dus dan moet die dan weg. Dan kan die afgepakt worden. Ja, nee, we gaan voor deze. Oké, dit gaat ook volgens plan. Ja, en nu was dus het idee om gewoon niks te doen. Of tenminste, niks voor zover dat toegestaan is binnen de regels. Dus die? Ja. Even kijken. Is er iemand die nog een interessante opmerking in de chat heeft? Waarom speel je tegen 11-jarigen? Zegt iemand als antwoord, waarom speel je tegen 11-jarigen? Ja, omdat die zich opgegeven hebben. Ja, zit wat. Zit wat in. Dat vind ik wel een leuke opmerking eigenlijk. Even kijken. Dus hier komt zometeen waarschijnlijk die en dan die ruil. Maar dat is misschien niet erg. Dus we gaan gewoon ja, tegenstander biedt remise aan. Terwijl het over twee zetten klaar is. Dat is natuurlijk ambitieus. 13-19, ja. Alright. Ja, naar de rand. Die dam heeft een mooie lijn. Oké, en nu? Even kijken. Ik zou zeggen 40-4. Maar dan kan misschien 17-1, dat is wat stoort. Ja, dus misschien is het in dat opzicht beter om eerst even 30-5 te doen. Maar ja, wat is dat dan? Het is niet duidelijk of dat de zaak verbetert. Ja, wat wel zeker is, is dat ik wel snel een zet moet gaan doen. Dus we gaan voor 40-4 gewoon. Ja. Oké, wat opbouw zetten. Juist. Ja, hier wilde ik nu dit gaan doen. Dat lijkt gewoon, gewoon goed. Ja. Ja, hier moet ik staan. Hier wordt die. Oh. Juist. 16-1, dat is een 1-op-2. Ja, dit lijkt ook op een damvangst, maar dat geeft helaas 4 schijven weg. Dat is wat ongelukkig. Ja, ik geloof dat dit soort offers ook vaak kunnen.
Maar dan wil ik wel liever 27 al onder controle hebben. En dat is hier niet het geval. Dus we gaan gewoon door met 38-2. Ja, dit ziet er goed uit. Even kijken. Die. Ja, dat is een slimme set trouwens. Ik wilde eigenlijk die gaan doen. En dan dit. Maar dan komt dus 12, 18, 11, 17. Dan staat het gelijk. Dus dat is niet wenselijk. Dus misschien kan ik eerst even deze lijn pakken. Nou, dat ziet er goed uit. Ja. En dan moet ik nu wat sneller gaan spelen. 2, 7, oké. Okay. Ja, dan denk ik toch die. Het is logisch. Oké, okay, 18, 3. Oké. Nou, dit is ook jammer. Ik geloof dat dit werkt. Ja. Oké, en nu pak ik deze lijn en dan is het ongeveer gedaan. Kan ik hier tussen glippen? Ik denk het wel. Ja, ik kan het zeker doen, maar of het goed is, dat is meer de vraag. Ja. Ja, joh. Right, af 17. Nou ja, toch die, denk ik. Er dreigt niks, als ik het goed begrijp. 16-1. Ja, ik zou zeggen die. Kan niet verkeerd gaan. Oké, ja, dat is wel een interessante partij nog. Geneigd op dit, maar of deze, zo die dat wordt dan natuurlijk. Zeven elf, ja, dat wordt een lastig verhaal denk ik. Even kijken, mag dingen in de chat zijn. Ik ben bijna 13, ik ben 12. Ik ben 13, ik ben 14. Ik lig eruit. Ja, dat is niet per se heel grappig of zo, maar. Even kijken. Oké. Okay. En nu. Even kijken, dat is logisch. Ja, die schijf wil ik het liefst laten staan, natuurlijk. Dus zo. En gewoon op het centrum spelen. Een 1 op 3. Oké, okay, 6, 11. Ik heb het gevoel dat dat hem niet is. Nu kan ik gewoon die indringer daar op gaan rapen, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, 12, 18. Dat was... Of heb ik nou echt iets ongelooflijk stoms gedaan? Shit. Ik wilde die doen. Maar het lijkt erop dat dan dit, dan wilde ik aanvallen, maar na dit dan heb ik niks. Dan ben ik, sta ik gewoon een blok achter. Dus ja, dat is hem niet. Dat is hem niet. Ja, dus dan moet ik een zet wachten of zo. 41-7.
Maar ja, dan kan hij wel weer ruilen. Dat vind ik toch wel jammer. Maar ja, wat kun je eraan doen? Dit is misschien echt niet wenselijk. Kan dan nog één zet wachten. Dan krijg je al dingen als 4-10. Ja, ik heb allemaal geen tijd om dat te gaan berekenen. Dus. Oh boy. Ja, ik moet het misschien wel doen. Het is niet zo heel duidelijk. Die misschien? Hoe gaat dat eigenlijk? 12, 18. Oh, geen idee. We gaan er gewoon voor. Ja, ik dacht hier dat dit goed was. Of 39. Dat is wat directer. Oké, twee slaan. Ja, hier kan ik inmiddels vrij doorlopen naar dan. Oké, slaan. Slaan. Even kijken, wat is hier aan de hand? Ja, ik heb het gevoel dat dit heel sterk is. En dan gewoon door die vleugel wandelen. Maar misschien ben ik net niet op tijd. Dat zou kunnen. Dit is ook altijd. Maar dan kan die weer die. En dan daarna ruilen. Dat is natuurlijk goed, maar het is niet, nog niet uit of zo. Edoch, we gaan voor dit. Ja, dit was de 1 om 3. Oeh. Dat ziet er gevaarlijk uit. Oké, dus ik ben geneigd om te kijken naar dit. Moet 7-12. Nou, en dan zit er dus niks in. Dat is natuurlijk jammer. Dus, wat wordt het dan? 41 of 33 misschien? Ja, ik denk deze. Nou, 33 heeft ook wel wat. Die dreigt misschien met setjes. Dan 13, 18 en dan iets. 41. Ah, fijn. Moet een beetje opgeschieten. Ja, hier hoopte ik dat ik dat ding op kon rapen. Kijken. Ah ja. Ja, dit is uit. Goed gespeeld. De naam is alweer weg, maar. Hier hoop ik, ja, laten we gewoon nog een keertje terug, mooie stand, en dan 13, 19, dan hoop ik toch, nou dan komt 8, 13, en die andere mag wel, die, denk het wel, maar dit is ook grappig trouwens, laten we die doen. Ja, die 1 om 3 is, kan misschien nog heel even uitgesteld worden. Dit is een 1 om 2. Oké. Dat is die. Ja, toch geruild. Oeh, 24-30. Oké. Ja, dus toch 13-19. Dan komt waarschijnlijk zo die 9-13, die 12-18. En dat is dan, ja, dat is toch een beetje jammer dat het nog overleeft als het ware.
Maar oké. Kan je niks aan doen. Hier heb ik ook een dam. Dus die gaan we proberen naar het achterveld te brengen. Ja, dit was een 1 op 3. Laten we nog één zetje wachten. Oké, ja, dit is helaas een 1 op 4. Oké, dit is wel interessant. Ik zou graag willen dat er wat zetjes in komen. Bijvoorbeeld zo, zo. Zo, dat ze dan moet terug en terugslaan en dan iets, en 1 om zoveel of zo. Maar het lijkt er hier nog niet, nog niet in te zitten. Dus laten we, kan misschien dat. Oké, kan niet te lang nadenken. Oké. Nou, dat geeft ongeveer alles weg. Ik kan natuurlijk ook dat en dat. 8, 12, 12, 17. Ja. Nou, wat is dat dan? Geen idee. Laten we gewoon die doen. Dat komt natuurlijk goed. Oké, 45 erbij. Oké. Die schijf moet verdedigd. Ja, dit is, denk ik, dit vraagt om 31,27. Met heel veel mogelijkheden tot combinaties. Oké, het dreigt. Dus het liefst ga ik dat uit de weg met die of zo. Ja, deze dam staat hier waanzinnig, dus daar wou ik eigenlijk niks aan veranderen verder. Oké. Ja, dit is lastig. Dit is lastig. Oké, dus misschien 45. Dan wordt dat. Ja, of die eerst, dan die en dan 45. Een beetje. Hoe zeg je dat? Provocatief. Maar misschien niet heel slecht. Ja, laten we dat gewoon doen. Deze, die en die. Oh, misschien mag dat helemaal niet. Die, 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 dan kan wel dat. Boah. Ja. Wat doe je dan? Geen idee. Niks misschien. Gewoon een andere zet. Ja, dat moet zo meteen weggegeven worden. Dit is een 1 op 3. Dit zijn er 4. Hier heb ik plus 2, dat is ook vaak wel voldoende. Ja, toch die. Oh, of. Ja, misschien is dit gewoon slecht voor me. Het zou heel goed kunnen. Kijk, dus die. Wat komt er dan? Misschien gewoon 12, 18. Nee, daar kan ik op. Oh nee. Ja, geen idee. Ik denk dat ik toch maar voor deze moet gaan. En dan na 14 toch maar dicht. En kijken of dat goed afloopt. Um,
niks aan de hand. Die slaan ja, die, I guess, slaan, oké, dus, oh ja, dit is plus 2, hier wordt wat weggegeven, hier wordt ook wat weggegeven, ja, deze is lastig. Misschien 10 of zo. Slaat dat ergens op? Ik denk het wel. Het ziet er heel goed uit. Gewoon zwart. Okay, PP. Ik weet even niet meer wie het was. Oké. Okay. Ja, dit is denk ik samen met die andere stand die ik waar ik niks over waar ik niet geen idee had wat ik moest doen, is dit het meest lastige. Misschien moet ik het wel gewoon toelaten trouwens. Die hele combinatie. Er komt wel 2 schijven voor. Met zo'n opgesloten dam daar. Tja, laten we dat gewoon doen. Waarschijnlijk wordt het niet genomen en dan is het gewoon spannend. Ja, die wordt afgenomen. Hier gaan we ook naar dam. Hier zijn we op dam. Nou, gaan we toch weer terug daarheen gewoon. Halve hek. Oh, 13, 18. Ja, dat ziet eruit als gewoon een goede set. Ja, dit was ook echt een... totaal niet duidelijk wat dat voor set was. Oké, dus laten we nu gewoon... ja. Dus je zou zeggen dat er hier iets van een truc in moet zitten. Dus ik weet niet, zoiets die. En dan zo en zo en zo of zo. Dat die dam dan ergens heen kan. Maar ik zie het niet. Dus. Doe gewoon een andere. Ja, zo simpel is het. Oké, dit. Lijkt me niet te werken. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Ik dacht deze. Ja. Oké, dan. Ja, een willekeurige wachtzet. Die of zo. 1520, dat ziet er wat fragiel uit. Dus ik kan die doen. Die. En dan 40-5. Is dat gewoon uit of zo? Het komt in ieder geval heel erg in de buurt. Nou, laten we in ieder geval die doen. Dat ziet er gewoon te goed uit. Ja, dit is waar ik op hoopte, helaas. Ik denk dat 1822 gedwongen was. Vanwege deze dreiging is dit logisch, maar nu heb ik een andere combinatie. Ja, hier ook een kleine combinatie. Hier. Ja, dit is helemaal vast. En hier kan dit kan de lijn niet over, dus het ziet eruit alsof ik gewoon wat niks... ja, gewoon wat zetten moet doen die niks doen eigenlijk. En dan komt het goed. Hier laat ik hier ook even op een zetje spelen. Ja, dat is slim. 3-8. Dus na die dan
Wil die zo. Ja, dus laten we dat heel even uitstellen nog. Die of zo. Oké. Ik weet het. Die of zo. Juist. Slaan. Ja, hier kunnen we aan een 1 op 2 gaan werken, denk ik. Laten we die oprapen. Ja, ik kan niet geloven dat dit echt kan, maar het lijkt redelijk stand te houden. Dat is logisch, die. Of die. Ik vind deze ook wel logisch overkomen. Ja, laten we hier ook een dam halen. Alles in orde. Even kijken of alles nog loopt. Jan, iemand wil dat je heel even de lead rods chat wil bekijken. Iemand wil dat ik dat wil bekijken. Alright. Please reageer. Kan je meerdere partijen spelen? Nee. Volgens mij niet. Oh, dat staat ook. Je speelt maar eenmaal. Ja. Ja. Wat zijn dit? Ik denk gewoon terugruilen. Dat lijkt me het meest veilig. Ja, naar dan. Ook. Dan ga ik ook zo naar dan. Of naar voren. Dat is misschien nogal veel sterker. Naar voren, 20-4, die ruilen. Ja. Mooi. Oké. Ja, en nu komt toch die 1 op 2 daar. Ja, dit heeft ook gewerkt, helaas. Ja, deze. Dan slaan. Ja, dit is een 1 om 3. Dit is een 2 om 3. Dit is ook een 2 om 3. 2 om 4. Hier. Oh, pardon. Oké. Nou, nu blijf ik in ieder geval redelijk bij de partijen die waarschijnlijk snel klaar gaan zijn. Dus dat is gunstig, denk ik. Kijk, en aan die is er geen tempo. Nou, dat is natuurlijk altijd geinig. Ja, hier was ik deze van plan. Ja, een zet. 3 naar dan. Oh. Zegt er nog iemand iets? Nee. Oké, slaan. Ja, dit is een mooie gelegenheid om die dam meteen op 46 op te slaan. En pas weer tevoorschijn te halen als hij iets kan gaan doen. Dus daar denk ik. Ik merk ook dat er in mijn gezicht een plukje is. Dat of hier ergens een plukje is dat heel erg beweegt. Maar jullie weten inmiddels waarom dat is. Oké, dus ik ben geneigd tot 40-34. Ja, dus dan doe je dat, denk ik. Ja. Je tegenstander biedt remise aan. Nee, ik denk wederom nee. Oké. Oké. Ja. Ook deze biedt remise aan. Dat ga ik ook denk ik niet aannemen. Oh, 2. Ja.
Oh, dat is prettig. Alright, goed gespeeld. Kan ik door? Ja. Ja, ik merk dat hij nu redelijk blijft bij de... Ik weet niet zo goed waarom. Dat hij blijft bij de partijen die bijna afgelopen zijn. Ik ga af en toe ook gewoon naar eenzelfde partij. Wat ik een beetje gek vind, maar... Ah, fijn. Oh ja, ja deze. Ja, ik vind 40-5 er heel lekker uitzien, maar ik denk dat dit geen dreiging is. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Dus er kan gewoon 11-17 of zoiets. Ja, en dan is er eigenlijk betrekkelijk weinig aan de hand. Dus misschien is het beter om gewoon... Oh. Ja, 4-9 was eigenlijk best wel een stomme zet, bedenk ik nu. Dat is helemaal nergens voor nodig. Tenminste, het wint niet geforceerd, dus dat... Zit ik me toch een beetje af te vragen waarom ik dat gedaan heb. Ja, het moet natuurlijk nog steeds goed zijn voor wit. Maar ik zie nou even niet hoe. Misschien gewoon niks. Dus die. Die en dan die. Dat mag niet ruilen vanwege 32-8. Ja. Ja, toch 4-10. Ja, dit is heel erg spannend. En ik denk ook eigenlijk gewoon niet goed voor me. Dus waarschijnlijk moet ik die. Ja, ik heb geen keus. Oeh, 14-19. Zegt iemand. Mag ik remisen? Alsjeblieft, ik ben 11. Dit is wel heel grappig. Ik zou bijna geneigd zijn om na de toevoeging ik ben 11 ja te zeggen, maar... Ik denk dat ik in alle gevallen nog even doorspeel. Even kijken, dus ik kan hier wat dingetjes doen, maar niet echt iets dat werkt. Ik kan ook een leuke damdreiging erin brengen. Laat ik dat doen. Ja. Oké, dit moet bijna klaar zijn. Ja, nu kan ik kiezen, die of die. Even kijken, 27-1, slaan. Dan, wat komt er dan? 13 of zo? Dan, ja, dat ziet er wel gewonnen uit eigenlijk. Deze, ja. Oké, slaan. Deze. Slaan. Die.
Ja. Misschien. Ja, ik sta niet zo heel bewegelijk, dat vind ik wel jammer. Dus het zou kunnen dat dit gewoon niks is. Ik zou willen dat ik dus na. Nou, ten eerste zou ik willen dat ik zoiets kon doen, gevolgd door die. En dat 1621 dan niet mocht. Maar in dit geval mag die gewoon. Dus. Ja. Moet ik waarschijnlijk hier ergens, ik kan hier ruilen. Het geeft wat interessante trucjes. Kan ook naar de rand spelen. Het geeft ook wat leuke beelden. Maar al met al denk ik toch dat het beste is om te ruilen. Oké, dus mijn damcombinatie wordt onderkend, helaas. Het idee was dus, als die niet was gekomen, dan dit, dit, twee staan en dan 1 op 3. Maar nu moet ik wat anders doen. Ik denk dat dit en dit, dat ziet er heel goed uit. Dus daar ga ik voor. Oké, dit is afgelopen. Dit is ook bijna afgelopen. Deze ook, denk ik. Slaan. Oké. Laten we hier naar dam gaan. Deze raap ik op. Hallo Nico, biedt remise aan. Oeh, 13-19. Wat is het beste? Gewoon, ja, gewoon dat en dat. Oké, 8-12. Op zich slim, dreigt dit en dit, maar ik ben net op tijd voor. 37-1. Ja. Ja, hier weet ik niet zo goed. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet. Even kijken, dus als ik deze doe, dan verlies dit een schijf. Dan sla ik. Dan moet hij een tempo maken. Dan sla ik 2, 2, 1 gelijk. Dan maak ik hier een tempo. En dan neem ik die 1 om 2. En dan pak ik daarna 37. Maar ik denk dat dit en dit juist slecht voor mij is. Kijk eens, slaan, slaan, slaan. 2, 1. Ja, en dan 21, 26. En dat is gewoon helemaal niks. Dus, wat is het alternatief? Ik dacht die. Dus dat, ja. Ik moet wel. Mijn keus. En het leuke is dat dit zo slaan, slaan, slaan dan niet werkt vanwege 35, 30, 30, 4 met dam. Hier wordt nog wat geprobeerd, maar ik denk niet dat het heel veel om het lijf heeft. Ja, dit is uit, denk ik. Denk het wel. Is misschien niet echt nodig om zo leuk te gaan zitten doen. Dus ik ga wel daarheen.
op de een of andere manier heeft mijn tegenstandster alles wat ik doe door. Dat is natuurlijk niet gunstig. Even kijken. Laat ik nu deze doen. Ja, ik wil toch op de een of andere manier daar verder. Dus dat lijkt me de manier om dat te doen. Ja, dit was de 1 op 3. Oké, goed gespeeld. Marijn van Rees. Die gaan we proberen naar de andere kant te brengen zo. Ik moet slaan. Oh, wacht, ik wilde. Ik wilde eigenlijk die andere staan. Even kijken, dus die. Dat ziet er mooi uit. Even kijken, dus die gaan we naar de andere kant brengen en dan met combinaties en zo. Even kijken, laten we die ook oprapen. Hij is nu nog niet zo heel, het is nu een 3 om 3, dus ik wacht nog heel even tot de schijf 4 van zijn plek komt. Dit mag op de volgende zet wordt weggegeven daar. Oké, slaan. Die. Stuurt me wel de hele tijd naar. Soms stuurt hij me naar hetzelfde bord, terwijl ik dan denk van, ik wil eigenlijk wel naar de interessantere borden weer. Tenminste, naar hetzelfde bord stuurt hij me als de tegenstander ongeveer alles weg kan geven. Wat is het snelste hier of zo? Oh, ja. Dat kan. Oké, goed gespeeld, Geert-Jan. Ja, dit is ook zo meteen klaar. Ik wil er nu deze doen. Oké, 15. Ja, ik denk zo. Dan daarna 32-7. En dan 44-40, dat lijkt me een aardige volgorde van zetten. Oké, 31-7. Ja, die ruilen we gewoon af. Zo. Slaan. Slaan. Oké. Goed gespeeld, Mamo. Levin, Sisau. Goed gespeeld, Jan, ik geef op. Jij ook goed gespeeld. Oh ja, dat was die. Ja, jij ook goed gespeeld. Zeker. Even kijken, dus dit is waarschijnlijk gewoon goed voor zwart. Dus het idee is dat na die, dan heeft hij met tegenstander dat en dat. Nou dan. Maar ik dacht misschien dat ik hiermee weg kan komen en dan op de volgende zet ruilen. Ja, er zit wel 19-3 in. Dat is erg jammer. Maar. Goed, je kan niet alles uit de stand halen.
Of is er nog iets beters? Dreigt er eigenlijk iets? Is altijd een goede vraag om te stellen. Misschien niet. Nee, het lijkt er niet op eigenlijk. Tja. Ivar, zijn hond is schattig. Oké. Okay. Ja, dat kan. Ja, veel honden zijn schattig. Even kijken. Ja, vind ik dat echt een groot probleem dat dit kan. Of wat kan er? Ja, die slaan. Gelijkspel. Dan sta ik echt absoluut niet beter. Nou, ik draag wel meteen met een 1 op 2. Dan moet waarschijnlijk 10, 14. En dan doe ik 36, 31. En dan wil ik op de volgende zet. Ja, ik zit hier veel te lang na te denken, denk ik. De vraag is eigenlijk of ik weg kan komen met gewoon een willekeurige andere set. Het kan natuurlijk ook dat hij die ruil niet ziet. En daar wil ik eigenlijk liever niet van uitgaan, maar... Ik durf op dit moment ook niet iets anders te gaan doen. Eigenlijk. Ja, of Ies Meijers zit mee te luisteren. Dan heb ik net ongeveer alles verklapt wat het er voor klappen valt. Maar goed. Ja, laten we het gewoon doen. Ik zie op dit moment niks anders. Oké, 4-9. Juist. En dat is interessant. Ik denk dat ik nog steeds voor mijn plan kan gaan. Dus dat is die. Er komt waarschijnlijk dat. En dan kan in dit geval zelfs misschien 26-1. Het ziet er erg goed uit. Dan zegt iemand, mag ik remisen? Ik ben Rens. Ja. Ja, misschien. Misschien als het remisen wordt, dan mag het. Oké. Wit heeft gewonnen. Goed gespeeld, dame 008. Ik denk dat het feit dat ik nog niet direct een nieuwe kreeg, betekende dat ik nog nergens aan zet was. Oh ja, toch 19-3. Oké. Okay. Helaas, helaas. Ja, dus dit ziet er erg goed uit.
Zwart kan dan, nou ja, zwart komt niet op dam. En ik kom zelf wel heel dicht bij dam. Dus ik denk dat dit gewoon, nou ja, gewonnen is misschien wat sterk, maar. Ja, dus dit is jammer. Ja, slaan. Oké, ook hier slaan. En 10-14, ja. Ja, ik zat te denken aan die. Ja, dit is waarschijnlijk gewoon helemaal niks, maar. Kan misschien nog wat, dus een beetje prutsen die naar het centrum. Het is denk ik ook niet minder voor me, omdat. Even kijken. Oh ja. Ja, laten we die doen. Ja, je zou zeggen dat ik die 1 op 2 gewoon kan nemen. Maar of dat echt. Dus dan komt daarna 17-21, dus zo slaan, slaan. 17-21. En dan is het de vraag of ik die schijf kan houden waarschijnlijk. Nou, het komt wel in de buurt trouwens. Ik ga het wel doen. Ja. Even kijken. Wat is hier? Wat is hier wijsheid? Komt ontzettend logisch over. Dus dan doe je dat, denk ik. Oké, slaan. Twintig lijkt me. Ja, waarschijnlijk kan het wel, maar. Ja, of het is een hele goede set. Of niet. Is echt. Oké, dus hij wil gewoon zo ruilen. En de vraag is wat ik daar het beste tegen kan doen. Of ik het beste meteen met 49. Ja, ik kan er sowieso niks tegen doen. De vraag is of ik het beste meteen 49 naar 33 of eerst nog 46-1 inlassen. Het zijn kleine detailverschillen. Maar goed, ik kan hier in principe denk ik niet slechter staan vanwege deze schijven.
gewoon, ja, zeg maar, ook al gaat het bijvoorbeeld een z die of die, iets als 24 die, dan vanwege die opstelling, daar lijkt het me dat ik nooit echt in de problemen kan zijn. Maar de vraag is natuurlijk of het ook echt wat op gaat leveren. Ja, ik moet wel een set gaan doen. Ik zie op dit moment nog niet zo het voordeel van deze inclusie. Dus ik denk dat ik het dan gewoon nog heel even uitstel. Dus even kijken, mag die? Ja, oké. Oké, 712. Ik denk dat dit normaal is. Ja, dus een interessant plan is die en die. En dan ruilen. Kan het ook eerst nog voorbereiden met een set hier. Ja, het is toch lastig. Het is toch iets lastiger dan ik dacht. Misschien was de aanname dat dit uit zou zijn, een beetje aan de vroege kant. Oké. Ja, ik moet op de een of andere manier eigenlijk 29 onder controle zien te krijgen. Dan heb ik er wel weer vertrouwen in. Dus hoe doen we dat? Misschien. Negenenveertig, 43. Ja, wat is dat dan? Wat is dat voor? Is dat voor zet? Het is wel fijn om even de tijd te hebben. Normaal heb ik nooit zoveel tijd. Ja, we kunnen ook heel subtiel nog één keertje terugruilen. Zo. Maar ik heb het idee dat dat eigenlijk nergens op slaat. Ik heb natuurlijk ook nu van die dammen, maar het werkt allemaal net niet, geloof ik. Dus laten we zeggen, misschien 45. Ja, laten we toch gewoon deze doen. Het kan niet fout zijn. Oké.
Ja, 17-1. En nu hoopte ik op deze. Omdat dan zowel die, vanwege dat een 23-19, als die, vanwege hetzelfde, maar dan met 1-7, is uitgeschakeld. Dus, oké, dus hier komt 14-19. Ja, ik denk toch gewoon naar 33 lopen met dat ding. Oké, goed gespeeld. Rens 2008 goal. Net geen remise. Maar goed. En ik denk dat dit betekent dat ik geen nieuwe partij heb. Of geen nieuw bord. Even kijken. Ja, dit ziet er logisch uit. Kan ik ergens ook kijken naar de andere borden? Oh ja, hier. 4 lopend. Oké. Ja, wat je vaak ziet in dit soort standen is die en dan zo'n soort offer. Ik weet niet of het hier ook echt werkt, maar ik ga in ieder geval die doen. En ondertussen even kijken naar de andere. Ik weet ook niet of dat echt op de stream te zien is als ik zo scroll. Maar oké, dat maakt ook niet zo uit. Oké. Dus de grote vraag is nu, werkt dit? Slaan. Het idee is dan dat ik op de volgende zet die schijf aanval met doorbraak op deze vleugel. Dus wat kan zwart er tegen doen? Zwart kan spelen. Even kijken, naar 13-18. Dus het gaat om dit. Slaan. En die. Dan na 13-18 kan ik aanvallen. Met winst. Ja. Na 21-26, wat waarschijnlijk een set van niks is, kan ik aanvallen. Met winst. Dus het gaat om 3-9 of 11-17. En daar zitten dan wat trucjes aan. Dus zowel na 3-9 als 11-17 mag ik niet aanvallen. Vanwege nou ja, de ander van de twee. Dus 3-9 of 11-17 slaan. 9-14. 2 slaan. 17-2 en naar 41. Dus. Maar ik dacht dat ik zowel na 3-9 als 11-17 misschien de zet 31-26 kan inlassen. Omdat ik dan van datzelfde. Ah, maar misschien is dat briljant van mijn tegenstander. Of juist niet. Dus ik dacht 28 slaan. Ik hoop niet dat ik ergens op tijd verlies ondertussen. Even kijken,
is 32-8 slaan. 3-9. Laten we 3-9 nemen. Dan mag ik dus niet 4-9. Maar wel 31-6. Dan kan ik, lijkt het erop dat ik op alle zetten... Ja, zwart kan dan 9-14 doen en een eindspel ingaan met, met één schijf minder. Maar het ziet er echt ontzettend beroerd uit. Pardon. Ja, en op iets anders. Lijkt het erop dat het gewoon werkt. Zelfs na 28 slaan 3, wat was het? 11, 3, 9, 31, 6, 11, 17. Nou ja, dan kan ik gewoon aanvallen. Interessant. Dus dan is eigenlijk de enige vraag of ik iets beters heb nog dan dat. Maar dat lijkt me stug. Lastig. Ja, het is, ik heb eigenlijk helemaal geen keus, want 46-1 mag helemaal niet. Vanwege 24-9 en die en die. Dus dat is waarschijnlijk waar Ivar zijn hoop op heeft gevestigd. Maar ik ga toch voor het offer, denk ik. Ja, het lijkt te werken. Ik zie het niet. Misschien ziet mijn tegenstander iets. Oké, 22-7. Dat is interessant. En wat hebben we hier? Ja, ik weet het ook niet. De vraag is, kan 44-40? Dat is eigenlijk de grootste vraag die ik heb hier. Wat ik graag zou willen is dit en dit natuurlijk. Dan is het denk ik... Ah, dat heeft ook niet zo gek veel om het lijf. Oh. Ja, ik wilde die en dan na die gewoon dit nemen, omdat zwart niet daar dam kan halen. En nou ja, deze staat opgesloten. Wat misschien betekent dat ik daar iets mee kan. Maar na die dan komt gewoon dat waarschijnlijk en dan is het me niet zo duidelijk wat ik ben opgeschoten met 44-40. Dus dan is het denk ik beter om gewoon een andere zet te doen. Gewoon 33-8 of zo. Of 43 en dan zo. Zo'n soort. Zo'n soort opeenvolging. Ja, laten we beginnen met die. Dat ziet er goed uit. Oké, slaan. Ja, dit is op zich een goede poging, maar ik vraag me af in hoeverre het werkt. Als ik gewoon dus 47-2 doe. Want... Nou ja, ik dreig. En...
13, 18, 13, 19, 12, 18, 12, 17. Mag allemaal niet. Er zit misschien een coup Napoleon in, maar ik dacht niet dat die werkte. Zo, slaat 4. Grote ruil. Maar ik kom op 14 met winst. Ja, het lijkt me dat dit goed is. Oké. Ja, dit ziet er goed uit. Ik moet een beetje uitkijken. Nou, die dan dreigt dat. 4 slaan. Goed, ik ben op tijd voor... Nou ja, ik kan die doen. Ik kan ook dit doen. Ja, dit is gewoon... 1 schijf meer en duidelijke winst, denk ik. Ik ben inmiddels zo lang bezig dat mijn thee redelijk koud is. Dus ik ga even de waterkoker eraan zetten. Even kijken. Wat hebben we? Ja, deze lijkt me... Ja, min of meer gewonnen. Dit is een interessante. Ja, dus laten we gewoon het plan volgen. Dus dat was die en die. Het ziet er goed uit. Waarschijnlijk dus die. Komt waarschijnlijk die of zo. Die, dan 30-5. Het zwart moet hier gewoon tempo uitsparen tot ik, ja, tot ze iets kan doen. En dan is de vraag wat ik op dat moment ga doen. 45-40. Maar goed, dat is meer iets voor op dat moment, denk ik. Eerst even van twee logische zetten. Nog drie partijen, eentje met, of vier partijen. Eentje met één schijf meer, eentje met, nou ook eentje met één schijf meer, dus twee met één schijf meer. Deze is heel spannend en deze is ook heel spannend. Nou, dit zou wel eens een lang eindspel kunnen worden. Als mijn tegenstander dus de goede zetten vindt. Chat. Ik geloof het niet. Gefeliciteerd Jan Jammer. Ik ben Rens, doei, goed gespeeld. Nou, jij ook goed gespeeld, Rens, nogmaals. Blijf gewoon goed trainen. Er zijn ontzettend goede trainers op de Damschool. Veel trainers met wie ik individueel wel heb gewerkt. Ja, nooit wat te klagen gehad, zowel individueel niet als op de Damschool niet. Even kijken. Dus ja, 14-19 gespeeld. Dit was het plan. Het ziet er goed uit. Ja, hier dus inderdaad 3-9. Dus waarschijnlijk ziet hij dat. Nou ja, na
nou, die is er geen dreiging meer, want dan, nou, die kan altijd dat. Dus dat, dat kan gewoon 13-18 en dan op de volgende set 18-3 en dan is, het, is er niks aan de hand. Dus ja, het lijkt me gewoon het beste om 31-26 te doen. Ik zie nou trouwens ook een ander grappig idee, dat is om nog één set te wachten met 48-42. Dan krijg je ook hele interessante beelden. 48-2, dus waarschijnlijk ja, één van de twee, die of zo. Dan 31-6. Dan 11-17, dan mag die weer niet vanwege 17-2. En dan 37-2, zoiets. Zag ik voorbij glinsteren. Maar dan kan wel 14-20, dan mag ik geen 30-5 doen, geloof ik. Of wel. Ah, fijn. Ja, het is eigenlijk niet echt een set die ik wil doen, 48-2. Gewoon vanwege het principe dat 48 altijd zeer sterk is in het eindspel. En dat ik die schijf dan even bewust op ga zitten spelen, vlak voordat er een eindspel op het bord komt. Waarschijnlijk. Het is gewoon niet... niet echt wat ik wil doen. Aan de andere kant zie ik ook nog niet waarom het niet werkt. Misschien gewoon 48-2, 9-14, 31-6 en die. Ja, dat is meer dan genoeg reden om het direct van de baan te vegen. Hoe zeg je dat? Van de kaart. Ergens vanaf te vegen. Dus ik doe gewoon die. Ja, dus hier wordt dit genomen. Maar dat heeft denk ik niet zoveel om het lijf. Even kijken hoor. Ja, terug naar deze. Er zitten ook wat leuke offers in. Dus dat wil zeggen dit en dit. En dan met de bedoeling om naar dam te lopen, maar ik denk dat het meteen gecounterd wordt door tegenoffer. Waarna mijn combinaties op schuif 36 niet zo goed werken. Dus. Een andere optie is het zeer onlogische 45-40. Waarmee ik mezelf vastzet. Maar misschien werkt het net op tempo goed. Want ik zag wel een variant die me heel appetijtelijk leek. Dus dat is die, ruilen en 28-22. Ja, dat lijkt in ieder geval als een trein te werken. Maar het is een beetje de vraag, dus die of zo, kan dat? Wat zijn dat voor dingen? Dan zit dit er natuurlijk in, 3-3.
En voor dit slaan heb ik geen tempo. Dus dan zou ik waarschijnlijk daar dat moeten doen. En dan die twee slaan. Ja, dan zitten er weer dingen in als 18-3 en zo. Ja, niet echt nice. Poef. Sorry dat ik even stilval hoor, maar ik weet het even echt niet. Ja, mijn gevoel zegt dat het echt, nou ja, dat het gewoon een kwestie van techniek is. Maar dus het feit dat ik het niet kan vinden, dat wijst er dan op dat ik die techniek niet bezit. Wat natuurlijk een... Ja, het is een beetje een treurige constatering. Dus ik probeer nu in ieder geval ik ga in ieder geval proberen om te laten lijken alsof het tegenovergestelde waar is, maar ik weet nog niet of dat gaat lukken in deze 45, 40, 13, 18 is wel echt een ongelofelijke tegenvaller. Heb ik ergens nog... Oh, ik ben in 4 partijen aan zet. Mijn god. Dan moet er hier wel een zet gaan komen. Even kijken. Dus als ik die doe... dit of zo. Die. 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 Daartussen. Ja, poef. Geen flauw idee. Werkelijk waar. Ja, er moet hier absoluut iets heel goeds in zitten, maar... Ik zie het gewoon niet. Het is ook een beetje een luxe probleem. Alles lijkt heel goed. Maar ik kan gewoon niet heel strak berekenen wat nou het beste is. Ja, toch treurig. Maar goed. Er moet wel iets komen. Ja, 4-9 komt dus 13-18. Dat is niks. Iets anders, misschien 44-40. Dat ziet er wel redelijk uit. Ja, laten we dat gewoon doen. Is dat zo? Die, die, die.
Ja, we gaan hiervoor. Oké, nu moet ik een beetje op gaan schieten. Ik dacht dit. Ja, ziet er goed uit. Laten we die doen. Slaan. Ja, nu moet ik hierop. Maar het ziet er op zich goed uit. Oh ja, ja. Oh. Ja, en hier zit gewoon niks meer in, helaas. Deze daarentegen is nog heel spannend. Ja, natuurlijk wel remise-achtig, maar... Even kijken wat is het beste. Nou, sowieso deze, denk ik. Tenzij ik hiermee weg kan komen. En dan een sprintje naar 4. Maar het lijkt er niet op. Oké, 25. Kijk dus. Als ik 1 zet, wacht met die. Stel die of zo. Dan... Nou, die dat moet 12-17. Dat geloof ik wel. En anders, nou die dan 8-13. Die moet 19-3 en dan een wachtzet. Ja. Oké. Dus de vraag is hier. Dat is eigenlijk de vraag. Ja, de eerste vraag is hier, waarom is het eigenlijk kansrijk? Misschien moet ik proberen om deze zo snel mogelijk daarheen te krijgen of zo. Nee, dat slaat nergens op. Oké, dus ik moet naar 8 of naar 7. Probeer me een beetje te bedenken wat mijn tegenstander gaat doen. Dus die gaat ergens dam halen en dan waarschijnlijk... iets aanvallen of zo, of op die lijn staan, kan allebei. En dan moet ik zorgen dat ik ondertussen iets van hem, ja, die schijf op 19, die wil ik eigenlijk proberen te winnen. En ik weet niet of dat gaat lukken zonder zelf schijf 37 te verliezen. Maar goed, dat is het dan misschien waard. Ik denk dat dat nogal een interessant eindspel kan zijn. Oké, laten we in ieder geval naar 8 gaan. Dat lijkt me het beste. Oh, wacht, er is wel een probleem, ja. Dus naar 8... Ah, misschien moet ik naar 1. Oké. Oh, Mer heeft opgegeven. Dankjewel, Mer. Goeie partij, leek me. Tot, even
kijken. Tot de schijfverlies. Ja, 11-17 leek me... Nadat ik de 1 op... Of kijk, vlak voordat ik de 1 op 2 nam, die zet 11-17, die leek me niet goed. Daar 16-21 en... Meteen 21-27, denk ik. Ja, en hier... Kan ik naar 2? Dan komt waarschijnlijk... Die... Een beetje jammer. Maar het plan was naar 1, want dan kan hij. Het plan was naar 1, want dan kan hij in ieder geval niet daarheen om meteen die schijf af te ruilen vanwege 1,23. Dus ja, ik zie nou wel, ik ben niet helemaal scherp. Ik zie nou wel dat ook dat kan. Dat is natuurlijk wel een beetje tegenvaller. Oké, dan ruil ik. En wat is dat dan eigenlijk? Oh, ja, of 30-5. Ook een hele goede optie. Nou, ik denk dat ik dat doe. Is dat zo? Doe ik dat? Kan wel weer dat. Oké, dat heeft niet zoveel om het lijf, denk ik. Ja, laten we die doen. Even kijken, ik loop niet in dit of zo. Die. Nee. Hier. Slaan. En 18-2. Oké. Op zich inventief. Maar ik denk wel dat het niet goed gaat komen. Even kijken. Ja, dus deze lijkt heel sterk. Ja, dus toch zo. Oké, dan zo. Even kijken wat voor thee we vandaag hebben. Time to relax. Echt een aanrader trouwens, wederom. Time to relax. Je voelt je ook echt relaxed erdoor. Dat is het leuke. Zeker nu zo met 5 minuten op iedere klok. Ja, is het wel handig om even een momentje rust te pakken. Ja, dus mijn tegenstander doet dat. Slaat nu hier ergens heen. En nu... pak ik. Oh, wat stom. Oh, dat is echt achterlijk. Dan kon ik ook, gewoon naar 24 staan. Dan 10. Dat is echt een heel...
heel stuk beter geweest. Oh, man. Oh nee, dat had eigenlijk geen verschil gemaakt. Oh, idioot, idioot. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, dat is echt heel stom. Heb ik überhaupt nog een plan hier of zo? Helemaal niet. Misschien. Ja, ik moet in ieder geval dit doen. Anders is het sowieso niks. Ik ga even mijn telefoon aan de oplader leggen, anders kan ik de chat niet meer in de gaten houden. Alright. Ja, Mila Abigail. Even kijken, er staat nu twee schijven achter. Ja, ik ben eigenlijk even vergeten hoe deze partij ging. Oh ja. Ja, dus dit was met de... grote ruil en daarna dit moment 13-19. Ja, een beetje ongelukkig. Al denk ik wel dat het al vrij slecht was. Maar goed, hier dus één schijf winst. En nu klassiek afspel met één schijf meer. Ah, 41-6. Oké, okay, dat is heel gunstig. Dat is heel gunstig. Ja, ik denk dat dit het beste was. Dan moet ik in ieder geval... Oké, het is bekend dat ja, afhankelijk van waar deze schijven staan... dat het vaak... En dat... kijken. Ja, dat deze dam tegen deze schijf... Plus een schijf op de lange lijn... En drie schijven erachter van wit... even kijken, dus witte dam die deze schijf tegenhoudt, zwarte dam die deze drie witte schijven tegenhoudt. Dat is in veel gevallen gewonnen voor wit, omdat hij net op tijd zijn dam achter de schijven kan krijgen. En ik denk dat ik hier ook nog goede kans maak, omdat deze schijf ja, is weliswaar extra, maar voegt niet echt veel toe aan, aan de zwarte verdediging. Hoop ik. Dus ja, ik moet nu gewoon die vangstelling op gaan bouwen en dan ja, hopen dat het goed komt. Maar dan is wel de vraag wat de handigste manier is om dat te doen. Ik denk dat ik sowieso eerst deze schijf naar
15 wil brengen. En dan deze langzaam naar 24. Dat lijkt me een goed plan van aanpak. Oké, Louise neemt ook de tijd. Dat is heel goed natuurlijk. Ja, dit is heel spannend. Ik weet niet zo goed of ik hier optimaal gespeeld heb. Ja, kan echt nog, kan nog alle kanten op. Kijk. Dus waarschijnlijk gaat dit komen. Dan die. Is logisch. Dan 19,4 keer 24 kan misschien. Of heb ik dan meteen... Duidelijk. Oké, 32. Ja, laten we naar 15 gaan. Het ziet er goed uit. Dan ga ik ook even kijken hoeveel tijd heb ik nog. 8:30, 6:16. Ga ik ook even snel van de gelegenheid gebruik maken om naar het toilet te gaan. Dus ik ben over enkele minuten terug. Oké, I'm back. Even kijken. Ja, dus hier doen we die. En hier. Ja, hoe gaan we dit doen? Ik ben geneigd tot... die gewoon. Ja, en dan zo. Het lijkt me in ieder geval een goed begin. Ja, zeker. Oké. Dus toch 24:30. Nee, je zou zeggen 34,9. Nou, kijk, je zou zeggen die. Die, waarschijnlijk. Slaan, slaan.
Nee. En dan zit dat tempo net tegen. Volgens mij. Ben ik wel ergens aan zet? Ja. 4-9, 19-4, slaan, slaan, 45-40, 30-35. Dan mag ik niet laten slaan. Ik mag ook niet dichtzetten. Dus ik moet 40-4 doen in die stand. Dan 24-30. Dat is lastig. Oeh. Ik kan ook hier gewoon nog even één keer rustig 45-40. Nog een terugruiltje. Maar ik heb het idee dat er een keer een eind gaat komen aan de kracht van de rustige terugruiltjes. Dat ik een keer gewoon tot actie over moet gaan. Nou, ik ga het toch maar doen, denk ik. Toch maar 45-40 weer. Oké. Okay. Nou ja, toch het plan volgen. 43-39. Oké, okay, slaan, slaan. Ja, dit is, als het goed is, snel voorbij. Ja, laten we beginnen met die. Ja, twee schijven meer in zo'n eindspel is... over het algemeen te veel. Het is waar dat 3 tegen 1 remise is, dus op zich met 2 schijven minder is er nog geen reden om op te geven. Als je nog een 3-1 kan bereiken. Ik moest net even, ik zat te bedenken wat voor simultaans ik als simultaan speler heb gespeeld. Toen ik klein was, moest ik meteen denken aan een simultaan in mijn eerste jeugd-EK in Polen tegen 12-voudig wereldkampioen Alexei Chizhov. Nou goed, die gaf toen een simultaan tegen. Zijn pupil speelde volgens mij destijds mee bij de aspiranten, nee, bij de pupillen destijds. Die won geloof ik ook. Ik ben heel even zijn naam kwijt. Filimonov. Denk ik. Ja. En. Nou ja goed. Chizhov was daar. En die speelde tegen iedereen die tegen hem wilde spelen. Je kon gewoon aanschuiven. En een partij beginnen. En. Ik weet nog dat ik. Toen op 9-jarige leeftijd ongeveer, wat zou het zijn, 12 zetten gelijk heb gehouden. En toen in een, ja wat was het, was een soort kleine forcing met een 1-3. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik daar echt ongelooflijk van baalde, omdat het zeg maar destijds voelde als de kans om... Ja, gewoon de kans om een keer echt een partij tegen een sterke speler te spelen. En dat ik dan na 12 zetten gewoon een schijf achterkwam zonder enige compensatie. Er,
Ik kan me herinneren dat ik daar echt, nou ja, niet scheidziek, maar dat ik er wel echt even pissig over was. Maar goed. Dat is denk ik alleen maar goed. Dus jongens, ik raad jullie aan. Mocht je snel een schijf verloren zijn, ga niet denken van ik ben waardeloos of zoiets. Of ik word nooit zo goed. Dat is absoluut niet het geval. Toevallig een paar maanden geleden speelde ik nog tegen Chicho op het WK. En toen was het min of meer een gelijke match. Dus ja, ik zou zeggen, probeer er alleen maar. Mocht je toevallig vandaag snel verloren hebben, of niet snel, mocht je verloren hebben, laat dat een inspiratie zijn, alleen maar. Nou goed, genoeg gekletst. Hier moet wat gebeuren. En ik denk dat dat een zet met de dam gaat worden. De vraag is naar 3. Of naar 3 of naar 26. Ik heb zo'n gevoel dat het 3 gaat worden. Ik weet niet waarom. Dus ja, laten we dat gewoon doen. Vijftien-twintig, juist. Ja, ik denk 40-4 logisch is. Ja. Oké, 19-4. Nou, die kan nog dat en dat. Is misschien niet echt nodig om nog toe te laten. Dus ja, laten we gewoon dit doen. En dan zo meteen slaan, dan wordt er teruggeruild waarschijnlijk. En dan 33-9. Met na 14-20 35-30 en na 14-19 29-4. Bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat het bij oplosbaar is. Oh, er zegt iemand. Wel je handen wassen. Ik heb geen water horen lopen. Nee, dat is omdat ik. Omdat het vrij gebruikelijk is dat er een kraan in de wc is. Of in ieder geval iets wat op een wastafel lijkt. En de wc is niet in mijn kamer. Dus dat is denk ik de reden dat je geen water hebt horen lopen. Zegt nu iemand, je wordt pissig omdat je slecht bent, vraagteken. Nou ja, dat is another way of saying. Je wordt pissig omdat je eindelijk de kans hebt om tegen een sterke speler het is niet alsof je, zeg maar, je denkt dat je van tevoren geen kans hebt. Tenminste, dat dacht ik destijds. Ik dacht van oké, ik ga gewoon spelen en kijk wel wat er, ja, kijk wel waar het schip strandt. Maar dan als je eenmaal bezig bent, dan denk je toch van ik wil het hem toch eigenlijk zo moeilijk mogelijk maken. En als je dan snel verliest, dan is het natuurlijk ontzettend spijtig.
Dus dat. Maar goed, als je is, ja. Ik ben het niet helemaal eens met het statement. Als iemand voor de rest nog vragen heeft, dan hoor ik het graag. Oké, dus die gaat naar. Naar 5. Ja, dus logisch is om. Even kijken. Ja, dus ik moet hier naartoe. En dan dat. Dus de vraag is wat de beste manier is om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk misschien beginnen met die. Ja, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Het ziet er heel goed uit. Ja. Ja. Daar gaan we voor. Oké, ruilen. Ja, en nu is het gewoon slaan, slaan. Die kan niet daarheen, dan gaat hij weg. Hij kan nog daarheen, maar dan speel ik 26, 21. En dan, ja, en dan is het afgelopen, helaas. Oké, naar 46. Ja, logisch is gewoon dit en dit. Lijkt me ook aangewezen eigenlijk. Ik zie niks wat mijn tegenstander nou kan doen. Dus dan gaan we het gewoon doen. Oké, slaan. Slaan. Ja, dit is wat ik een beetje bedoelde met misschien is het. Wordt dat terugruilen op een gegeven moment iets te verfijnd? Misschien kom ik nog wel ergens. Ik moet in ieder geval die doen. Dat is makkelijk. Ik zie ook een nieuwe naam in de chat, Ludo van Alst. Hallo Ludo. Ja, dit is helaas ja, voorbij nu. Ja, dus dit was interessant. Of het hier al voorbij is, min of meer.
Ja, het is heel spannend. Dan 17-1, dan kan ik weer daar achter. En zwart is gewoon helemaal. Ja. Staat gewoon helemaal vast eigenlijk. Ja, het is ongelooflijk handig dat dit niet mag vanwege 32-8 aan het eind. En na die heb ik natuurlijk altijd deze 2-2 met doorbraak. En ik hou altijd deze dreiging bijvoorbeeld naar 3-9. Dus ik denk dat het hier al min of meer klaar is. Dus dit was misschien nog wel oké. Eén schijf achter, maar nou, redelijk normale stand. Maar goed, die één schijf achter, die ik weet niet precies waar dit voor nodig was. Maar goed, het is hier al min of meer wel klaar, denk ik. Oké, dus die gaat naar de andere kant. Even kijken, is het verfijnd om eerst even deze set in te lassen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, dan naar die. Nou ja, goed dan. Hierheen. Is waarschijnlijk ook nog steeds wel goed. Maar goed, na 3-12 zie ik niet echt tegenspel meer. Of tenminste, wat. Nou, is dat eigenlijk zo? Dan kan hij natuurlijk wel nog naar 14. Op een goed moment. Nou goed, laten we gewoon dit doen. Ja, hier IJsboek. Veel succes op het NK, Jan. Dankjewel, dankjewel. Wordt gewaardeerd. Ja, het NK. Normaal gesproken is het NK in april. Maar nu vanwege de crisis is het gewone NK veranderd in een online Rapid NK. Dus dat wil zeggen met iets minder bedenktijd dan een normale partij. Ik zie nou wel. Oh nee, het werkt net niet. Ja, dus het NK Rapid. Iets minder bedenktijd dan een normale partij. Het duurt ongeveer 3 kwartier tot een uur per wedstrijd. En het NK Rapid wordt dan gespeeld in 3 dagen. Aan het eind van juli. Is nog wel een tijdje weg, maar ik heb er wel al zin in. Maar eerst nog wat tentamens om af te maken. Oké, laat ik eerst even deze set doen. En dan nu deze. Oké, dus dit is niks. ...32-27 is heel interessant, maar ik denk dat het hem niet gaat worden. Ja, dus dan blijft over 50 ergens heen. Maar het ziet er op zich wel leuk uit. Is dat zo? Ik dacht zo. Ja, het is waarschijnlijk gewoon niks. Ben ik al aan zet bij Ivor? Oh, hier. Oké.
goed gespeeld, Mila. Ja, en hier moet ik eigenlijk. Ja, dit is het, denk ik, het moment om 25-20 te doen. Het moment. Nou, ziet er goed uit. Ik zie het niet waarom het niet zou werken. Of ben ik gewoon scheef? Die. Die. Kijk. Hoeveel tijd heb ik bij die andere? Oké, deze moet eerst. Laat ik deze doen. Gewoon een zet doen. Ja, de vraag is, kan ik hier nog kans krijgen überhaupt? Ik betwijfel het eigenlijk. Nou, die. Dan. Ja, ik zie het niet. Ik zie het gewoon niet. Ja, toch die. Oké. Gaat naar 46. Begrijpelijk, begrijpelijk. Het is toch wat irritant. Ik begrijp niet zo goed waarom. Het zou, zeg maar, mijn theoretische eindspelkennis is niet zo heel sterk, maar dit zou goed moeten zijn. Laten we die doen. Oh! Shit. Oh mijn god. Oké. Ja, niks aan te doen. Ja, dat is wel zonde. Oké. Jammer. Oh, idioot. Ja, dit is dus echt lastig of zo. Ik geloof het bijna niet. Maar misschien is het gewoon remise. Die. Ja, laten we in ieder geval nog één keer dit doen.
In ieder geval maar proberen om deze nog naar een soort goed einde te brengen. Ja, het zou kunnen dat dit gewoon een remise eindspel is. Ja, maar ik denk nu niet meer. Dit zou het moeten winnen. Die. Even kijken wat zegt. Mila zegt: goed gespeeld, Jan. Bedankt voor de partij en veel succes opdenken. Ja, jij ook goed gespeeld, Mila. En dankjewel voor de succeswensen. Wordt gewaardeerd. En wat hebben we nog? Louise. Oh ja, dat meisje tegen wie ik net verloor op de klok. Goed gespeeld, Jan. Het was eigenlijk wel remise, denk ik. Bedankt voor de partij. Ja, leuk. Ik denk het ook wel. Ik had waarschijnlijk wel wat voordeel in de partij, maar... Ja, ik heb het gewoon heel goed verdedigd en ik kon het niet vinden. En toen door de klok gegaan. Ja. Niks op af te dingen eigenlijk. Ja, dus het plan is dit en dit. Dus laten we dat gewoon doen. Er zegt iemand in de chat, het NK was toch verplaatst naar 30 oktober tot begin november. Ik heb niet gezien dat dat is afgelast. Nee, dat klopt. Het is volgens mij voorlopig ook nog niet afgelast. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Maar, ik denk dat degene die mij succes wensen voor op het NK, dat gaat over het NK Rapid. Waarvan ik denk het begin van deze week, waar het begin van deze week het eerste persbericht over verschenen is. Ja, dus ik heb zo'n vermoeden dat het daarover gaat. Maar goed, als het andere NK wordt bedoeld, dan natuurlijk nog steeds, nog steeds bedankt. Ja, dus het idee is dat ik nu met deze constructie zwart van deze lijn heb gejaagd, omdat ik net dreigde met deze
slaan en die. Slaan en dan is de zwarte dam weg. Zij moest nu de lijn verlaten. Waardoor ik nu vrij baan heb voor ja, mijn schijven achter de lijn. Dat is eigenlijk de conclusie. Tweeëntwintig, ja. Misschien is het nu. Ja, nee, ik moet natuurlijk gewoon 10-5 doen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Goed, ik zat te denken, misschien zijn er geinige ideeën met. Ik weet niet, zoiets. Maar het is allemaal niet nodig, denk ik. Maar ja, als het erin zit, wint het op slag. Dat is natuurlijk wel prettig. Even kijken. Die. Een zet. Waarschijnlijk. Goed, als zwart dus niks doet, dan kan ik daarna sowieso alsnog die doen. Dus laten we uitgaan van het geval dat zwart die doet. Dan doe ik die. Dreigt met deze. Dus. Ja, zwart kan niet doorlopen. Ook niet 16-1. Die kan natuurlijk ook niet, want dat slaat recht in de vang. Zwart moet naar 41. Dan speel ik 4-10. Dan moet zwart. Nou, zwart kan niet hier blijven staan. Kan ook niet daarheen, dan slaat hij in de vang. Kan ook niet daarheen, dan slaat hij in die andere vang. Kan ook niet daarheen. Dus moet dichtzetten. En dan speel ik alsnog die. Nou, dat ziet er goed uit. Nou, laten we het plan volgen. Ja, ik denk dat het. Dat het nu gewoon winst is. Wat kan hij nog doen? Niks. Ja, nu dus die. Lijkt een gekke zet, want het lijkt alsof zwart nu gewoon dit kan doen en mijn dam weg kan slaan, maar zwart moet hier de afslag nemen. En dan sla ik zijn dam weg. Ja, dit is enige zet, maar verliest helaas ook op slag.
Dat is wel geinig. Ja. Nou, mooi. 1 verloren. Nou. Zal toch nog even moeten onderzoeken hoe ik daar hoe ik in die stand had kunnen winnen. Het was op zich. Het zag eruit als een. Het zag eruit als een vrijwel gewonnen stand, maar. Hé, hey, krijg nou wat. 2-0, goed gespeeld, Ivar. Het ging heel lang. Ja, heel lang heel goed. Ongeveer in het middenspel alle goede zetten gevonden, denk ik. En toen aan het eind, toch nog in het eindspel, net even één onoplettendheidje, waardoor het denk ik net verloren werd. Maar goed, het is allemaal voor een nadere analyse. Fijn. Oh, kijk, dit is wel een leuke overview om even te hebben. Ja. Ja, dus alleen tegen Louise helaas even niet op zitten letten en toen met een 0 naar huis. Misschien kan ik even de analyse aanzetten. Ik ben toch ontzettend benieuwd eigenlijk. Ja, dit is natuurlijk heel goed voor wit. Oh, de scan zegt zelfs al plus 1. Die? Geen goede set. Hij wil zo. Ah, en die. Ja, dat is wel te zien eigenlijk. Dus moet die of zo. En nu 34-9. Dreigt. Waartegen dit ook niet helpt. Komt nog steeds hetzelfde. Dus 30-5. En nu wil die gewoon zo. En waarschijnlijk zo. Ja, dit is. Dit was beter. Oh, hier ben ik in een zetje gelopen. Shit, hé. Ja, niet goed, niet goed. Even kijken. Uh, 33-8. Ah, hij wil dus wel zo. Ja, ik zat er nog naar te kijken, maar... Ja, dus die... En nu is het idee dat wit nu deze set kan spelen om zwart hier dus op te sluiten. In de partij kwam dit er een beetje uit. Kwam zwart hier los en toen... Ja, toen was het voordeel minder. Maar het idee is nu dat wit op de volgende set die wil spelen. Bijvoorbeeld zo, zo. Ja, en nu ja, staan de vier schijven van zwart buiten spel. Wit heeft dit punt onder controle. En het is helemaal uit gewoon. En het idee is nu dat zwart ook niet die kan spelen vanwege dit, blijkbaar. Slaan. En ik dacht tijdens de partij van, ik heb geen tijd om te berekenen vanwege alle mogelijke plakkers die erin zitten. Maar ja, het lijkt erop dat er gewoon niks werkt. Blijkbaar. En dat zwart dus hier dit moet doen. Zwart kan niet dichtzetten vanwege een 1-3 naar 26. Zwart moet hier dit doen ofzo. Nou, is okay. Gewoon een dan met één schijf minder winst. Ja, dus dit was waarschijnlijk de manier geweest om het te spelen. Oké, maar hier zegt hij alsnog dat wit wel voordeel heeft. 1 plus 1.2, ja. Dus. Niet heel gek.
Dus hij wil die en die. En de vraag is dit verloren? Ik dacht dat dit remise was, maar... Ja, nee. Ik zat hierover na te denken. Zo. En nu die. Slaan. Nou, nu is dit wel verloren. Oh nee, zelfs dit is niet verloren. Oh, ja, ik dacht zo, dit en nu die. Maar er komt natuurlijk nog steeds dit. Met remise. Maar het is ongeveer hetzelfde als wat ik had gezien. Dus ja, dus gewoon, dit is gewoon meteen gelijkwaardig. Ja, dus is hier waarschijnlijk ook niks beters. Kan dit of zo? 24, 30, 34, 9, 19, 4. Ja. Remise-achtig. Te veel uit handen gegeven, gewoon. Oké. Nou, dan lijkt dat me. Ja, dan lijkt dat met einde. Ja, goed gespeeld allemaal. Ja, ik zou zeggen, blijf hard doortrainen. En ja, wie weet kan iemand anders dan Louise me de volgende keer ook een punt afsnoepen. Ik zou niet verbaasd zijn als dat het geval zou zijn. Oké. Nou, mooi. Ik zie El Dragon. Gefeliciteerd, Jan, GG, iedereen. Ja, nogmaals, allemaal goed gespeeld. Bedankt. Ik vond het leuk. Bedankt dat jullie mee hebben gedaan. Ook de mensen op YouTube die nu nog steeds aan het kijken zijn. Hartelijk dank voor het kijken. En ja, nogmaals dank voor de succeswensen op het NK. Welk NK dat ook mogen zijn. En ja, ik zou zeggen tot de volgende keer. Ik vond het leuk om te doen. En een paar leuke partijen, goed gespeeld allemaal. En tot ziens.